Ik kan een analyse erop loslaten, ik kan een ingewikkelde openingsvraag stellen, maar laat ik maar gewoon tegen je zeggen wat jij ervan vond vandaag. Wat vond jij ervan? Nou ja, we zijn natuurlijk hier gekomen om voor de 3 punten. En ik denk dat je uiteindelijk dan na 9 minuten een gelijkspel hebt dat je een punt wint hier. En ik denk dat bij ons... Van die eerste helft, wat gebeurde daar nou, joh? Ja, nou ja, we hebben het eerder meegemaakt bij ADO. En ja, waarschijnlijk toch de druk van het moeten. En dat is een stap die we toen niet konden maken. En vandaag eigenlijk ook niet, de eerste helft. En eigenlijk niet het Feyenoord gezien wat ik wil zien. En die hebben dat in de tweede helft nog enigszins recht kunnen maken. Maar ik denk dat als je zo'n wedstrijd begint, dan wordt het heel moeilijk. Geen lef, geen passie, geen ballen naar voren, helemaal niks. Nee, maar dat, je ziet dat gebeuren. En ja, je wil eigenlijk een tegenstander geen geloof geven. En dat hebben we gedaan door de goal weg te geven. Bedoel je met de druk van het moeten ook de resultaten van PSV en Ajax vandaag? Dat je daarom extra graag wilde? Nou, ik denk dat er wel mee te maken heeft. En we zijn wel een punt ingelopen op Ajax. Dat is wel positief. Alleen je wil natuurlijk de volle winst hebben. Maar op de manier waarop we dat de eerste helft gedaan hebben, ja, heb je daar geen enkele recht toe. Maar de tweede helft kom je goed terug. 1-1. Je ziet het geloof weer bij de spelers. De spirit komt terug. Heb je een kans op 2-1. En daarna krijg je natuurlijk, kom je met 10 man te staan. Ja, en dan komt er wel wat in het elftal. En toen zag je alles ontstaan met Kars ook weer voorop in de strijd. Met Vermeer die goed was, Van Beek die duels begon te winnen. Ja, en dan hebben wij nog de grootste kans met Tony. Dus ja, dat is eigenlijk, hebben wij een rode kaart nodig gehad vandaag om het Feyenoord te zien wat ik wil zien. En dat, ja, dat moet natuurlijk niet. Neem je Van der Heijden iets kwalijk? Nee, ja, je weet dat zo'n moment dat het gebeurt, wel of niet buitenspel, randje buitenspel, even vasthouden. Ja. Dan weet je als die fluit dat het de rode kaart is. En dat kan iedereen gebeuren in die situatie. Je hebt het over de druk van het moeten, ook gezien de resultaten van andere ploegen. Toch is er dit seizoen ook weer een enorm verschil tussen uit en thuis. Hoe komt dat toch? Is dat, waar komt dat door? Nou, dat komt door dat je... Ik denk dat we thuis natuurlijk het publiek achter ons hebben. Dan hebben we de lef, de spirit om naar voren te gaan en het spel te spelen wat we willen spelen. En uit hebben we daar meer moeite mee. En, is dat angst? Is dat verlamming? Wat is dat nou? Nee, ik weet niet wat het is. Maar het is wel duidelijk dat nog niet op het niveau is wat we willen zien met Feyenoord. En ja, wat ik al zei, je komt hier voor de 3 punten en je ziet natuurlijk de resultaten van je concurrenten. Dan mag je achteraf blij zijn dat je nog een punt inloopt. Puzzelen de komende dagen qua opstellingen zo naar Willem II en NEC uit? Nou ja, we missen natuurlijk wel een aantal spelers nu ook in de achterhoede. Maar dat, ja, we zullen een elftal neerzetten met de spelers die we hebben. En dat zal zowel voor donderdag als zondag zo zijn. Gelukkig heb je thuis geloot in de beker, hè? Dat scheelt een beetje. Ja, dat is voor ons een gunstige loting. Philippe.